Er gebeurt ontzettend veel en je kan geen blog openen of geen tijdschrift openen over journalistiek of het gaat over data. Het gaat over datajournalistiek. En dat heeft wel iets weg van een hype. En het vervelende van hypes is dat ze ook weer overgaan en soms ook heel erg snel overgaan. Ik heb de afgelopen pak een beetje 10 jaar regelmatig studenten van de School van Journalistiek hier in Utrecht aan de lijn. Die dan een visie moeten schrijven. Een document waarin ze hun mening over iets actueels in de journalistiek geven. En ik heb een soort theorietje dat de onderwerpen van die visies, dat is een perfecte graadmeter voor wat er eigenlijk in de Nederlandse journalistiek net besproken is. Dus die studenten die volgen een beetje natuurlijk wat er in het vak gebeurt. Dus het is vaak net een beetje over het hoogtepunt heen. Dan komt er een hele hoos aan dat soort visies. Ik probeer daar niemand mee te beledigen, maar dat is mijn ervaring. Dus eerst ging het heel erg over videojournalistiek bij kranten. Eigenlijk op het moment dat toen ik dat bij de Volkskrant zelf een poosje deed, dat ik dacht van dit gaat niet helemaal worden. Daarna ging het heel erg over bloggen. En of je als journalist moet bloggen of als je als blogger journalist was. Onderwerpen als burgerjournalistiek heb ik voorbij zien komen in een bepaald jaar toen net Scoops ter ziele was gegaan. Sociale media is natuurlijk afgelopen jaar heel veel geweest. En ja, een van de dingen die ik nu regelmatig hoor is datajournalistiek. En wat ik daar dan een beetje griezelig aan vind, is dat ik dan denk, ja, is dat dan nu en is het dan over een jaar dat ze weer met een ander onderwerp bellen en dat we dan met z'n allen zeggen, ja, die datajournalistiek, dat was zo leuk, maar het was wel heel erg 2011. Ik hoop dat niet. En daarom wil ik eigenlijk nu ook een pak een beetje 10 minuten kwartiertje gebruiken, want dan moeten we verzamelen met Hans Klis, las ik net op het scherm, om eigenlijk proberen een beetje weg te komen van die hype en 3 vrij basic kwesties aan de orde te stellen over datajournalistiek, over data en journalisten. Waarvan ik denk dat het goed is om vanavond over te spreken en waarvan ik ook vermoed dat de andere sprekers allemaal wat meer in detail ons wat over kunnen vertellen. En ik ga dat doen. Ik ben namelijk naast een klein beetje journalist, een klein beetje wetenschapper, een heel groot beetje nerd, ook nog historicus van huis uit. Ik ga dat doen aan de hand van een historisch voorbeeld. Dus geen fancy plaatjes van geweldige datavisualisaties op het web. Die zullen we misschien de rest van de avond nog wel zien, maar een historisch voorbeeld. En een heel bekend historisch voorbeeld, ik zeg er maar vast bij voorbaat bij. Wie van jullie kent dit plaatje en het verhaal daarachter? Oh, dat valt me nog wel mee. Nou, dan kan ik het toch nog, dan zal ik het wat langzamer vertellen dan ik van plan was. Dit is een plaatje, dat, een kaart, die dateert zo'n beetje uit het midden van de 19e eeuw. En hij stelt Soho voor, het centrum van Londen. En Londen in die tijd was al een miljoenenstad. Ik geloof dat iets van 2,5 miljoen mensen woonden. En Londen in die tijd was smerig. En aan de lopende band kwamen er allerlei verschrikkelijke epidemische ziekten voor. Onder meer cholera. Londen heet ook wel het Hof van King Cholera. Dit pltaatje laat dat zien. En dat is ook niet zo vreemd, want ja, de wc was geloof ik net uitgevonden. De riolering was er niet. En wij weten tegenwoordig allemaal, zeker weer na Haiti, dat cholera veroorzaakt wordt door vies water. Nou, de Theems, de rivier de Theems, het was een soort open riool in die tijd. Dus je kan je voorstellen dat om de zoveel tijd er een verschrikkelijke cholera-epidemie uitbrak. Het probleem was dat medici in die tijd niet wisten waar die cholera door veroorzaakt werd. Dus je ziet op dit plaatje bijvoorbeeld dat, het is een spotprint, een punch uit die tijd, dat de geneesheren van de stad overal maar op zoek zijn naar waar die cholera toch vandaan komt. En het dichtste, of eigenlijk het meest geaccepteerde verklaring was dat het in de lucht zat. Dat het een miasma was, een ziekte die zich verspreidde door de lucht. Die moest je voorkomen, zoals je ook op een van deze pamfletten ziet, door vooral niet op de tocht te gaan zitten. Nou, sommige mensen denken dat nog steeds, dat je niet op de tocht moet gaan zitten. En dat je weg moest blijven van allerlei giftige dampen. En dan zou je misschien gespaard worden voor die cholera. Desalniettemin bleef die cholera natuurlijk uitbreken. En ook in 1854 was dat zo. In 1854 werd dus het centrum van Londen, Soho, getroffen door een vreselijke epidemie. Binnen 2 weken stierven pak een beet 700 mensen. En daar komt de held van dit verhaal om de hoek kijken. Dit is namelijk die held, John Snow. Een arts, toen al beroemd. Hij had geloof ik geholpen bij de bevalling van Queen Victoria. En hij ging op zoek naar de oorzaak van die cholera-epidemie in Soho. En dat deed hij op een hele academische manier. Hij verzamelde data en daar, op basis daarvan ging hij zijn conclusie bepalen. Wat deed hij? Hij ging namelijk precies bekijken waar slachtoffers waren gevallen, waar doden waren gevallen. En die zette hij op de kaart. Letterlijk.
Ik heb die kaart net al laten zien, hier is hij wat groter. Hij zette puntjes op de adressen voor ieder slachtoffer. En op die manier analyseerde hij waar die cholera vandaan kwam. En dat had hij op een gegeven moment vrij snel in de smiezen. Als je een beetje inzoomt, dan zie je dat de meeste cholera gevallen rond Broad Street zich afspeelden. Daar vielen de meeste doden. En nog een beetje inzoomen, dan zie je dat daar op Broad Street, bij het punt waar de... dit is dus één adres waar wel 20 of meer slachtoffers waren gevallen. Die slachtoffers concentreren zich allemaal rondom een openbare waterpomp. Die staat daar ook, de pomp van Broad Street. Dus, Jon Snow kwam tot de conclusie, niet lucht, maar water is een verspreider van die vreselijke ziekte cholera. En om die ziekte tegen te gaan, moeten we dus ook daar wat aan doen. En dus haalde hij de overheid over om die pomp op Broad Street ongeklaar te maken. De stang werd er afgehaald en prompt, de epidemie stierf heel snel uit en Jon Snow was de held van de dag. Nou, dit is een bekend, beroemd verhaal geworden in de medische geschiedenis. Maar zeker ook onder mensen die bezig zijn met het visualiseren van data. En dat komt voor een groot deel door dit boek. Wie kent dit boek? Kijk, dat zijn al wat meer mensen. Maar ze waren even vergeten dat deze kaart daar ook in staat. Dit boek van Edward Tufte. Edward Tufte is een beetje de aartsvader van de datavisualisatie. En in dit boek beschrijft hij een aantal wat volgens hem perfecte voorbeelden zijn van hoe je door data in beeld te brengen, hoe je daardoor op slimme, intelligente ideeën kan komen. En die kaart van Jon Snow is er volgens hem één van. Nou, het is een prachtig verhaal wat als voorbeeld kan dienen voor iedere datajournalist. Maar er is één probleem. Namelijk, het is niet waar. Het is onzin. Er klopt een heleboel in dit verhaal, klopt niet. Geschiedvervalsing. En ik ga niet alles wat er niet aan klopt vertellen, maar een paar dingen haal ik er wel uit. Eén dingetje wat die John, dat moet ik Tufte nageven, wat hij zelf heeft rechtgezet, is dat de epidemie eigenlijk al over zijn hoogtepunt heen was voordat die pomp onklaar werd gemaakt. Dus het is in ieder geval niet zo dat Jon Snow zo'n beetje in zijn eentje heel Londen heeft gered. De epidemie was al op zijn retour voordat die hendel van die pomp werd gehaald. Belangrijker voor het onderwerp hier vanavond zijn die volgende punten die niet kloppen. Ten eerste, het is niet zo dat Jon Snow dacht dat cholera door lucht werd overgebracht en door die kaart te tekenen erachter kwam, nee, het zit in het water. Hij wist al, of had in ieder geval een heel sterk vermoeden, dat water de veroorzaker was van cholera. Dat had hij uit eerdere studies of van anderen gehoord. En hij was dus heel gericht op zoek naar een vervuilde waterbron. Hij was ook langs de huizen gegaan, had bij al die huizen gevraagd waar mensen water vandaan haalden. Dus het is niet zo dat pas het visualiseren van die data van die slachtoffers hem tot zijn conclusie bracht, hey, het zit in het water. Dat is een geschiedvervalsing. Een andere geschiedvervalsing is dat hij een soort geniale wetenschapper is die dit allemaal in zijn eentje vanuit het niets via een soort Eureka-moment heeft bedacht. Er waren anderen, hij baseerde zich dus al op anderen als het ging om de mogelijke rol van water, maar er waren ook anderen die specifiek over deze epidemie iets te zeggen hadden. Er was een dominee die bijvoorbeeld patient zero had gevonden, de oorspronkelijke, de eerste die ziek werd. Nou, dat is vrij essentieel als je wil weten hoe zo'n epidemie zich verspreidt. En last but not least, het allerbelangrijkste, die kaart die ik liet zien, ik sta er heel uit voor, hè, denk ik. Die kaart die ik liet zien, die heeft hij getekend nadat hij al had ontdekt dat die pomp de veroorzaker was van die epidemie. Dus het is niet zo dat die kaart hem op dat idee heeft gebracht. Nee, hij heeft het eerst bedacht of uitgevonden, uitgevogeld. En daarna heeft hij die kaart getekend om dat aan anderen duidelijk te maken. Nou, volgens mij zitten er in dit verhaal, ook al is het dus niet helemaal zo mooi als het eerst was, toch nog steeds drie hele belangrijke, of juist daardoor eigenlijk moet ik zeggen, drie heel belangrijke aanknopingspunten of kwesties die vanavond wat mij betreft op de agenda zouden kunnen staan. De eerste is, begin je nou met de data verzamelen of analyseren, of begin je met een vraag? De tweede is, doe je dat allemaal in je eentje of doe je het met anderen samen? En de derde is, als je het uiteindelijk presenteert, wat doe je dan? Ontsluit je dan de data? Of vertel je een verhaal met die data? Nou, het zijn allemaal, er valt overal wat voor te zeggen, maar voor de sake of discussion ga ik in ieder geval drie antwoorden geven op deze drie kwesties. Ik ben benieuwd hoe jullie dan daar over denken.
Allereerst even de eerste vraag. Begin je nou met de data of begin je met de vraag? We zien natuurlijk de afgelopen tijd dat er een enorme wildgroei, nou wildgroei dat klinkt negatief, een enorme explosie is aan nieuwe data. Er komt steeds meer data bij en dat is hartstikke goed en dat leidt tot transparantie van de journalistiek en, nou, we kennen, en van de overheid. We kennen al die verhalen en er zitten hier ook mensen in de zaal die daar heel actief aan bijdragen. Maar de vraag is natuurlijk, als je het over journalistiek hebt, ja, wat doe je dan met die data? Wat doe je als journalist met die enorme berg gegevens? Daar, ik bedoel, alleen cijfers of alleen andere gegevens, daar heb je niks aan. En eerlijk gezegd, we hebben een heleboel nieuwe data, maar we hadden al de nodige cijfers en data. Er is namelijk een club in Nederland die al sinds jaar en dag iedere week een enorme hoeveelheid informatie verzamelt en aanbiedt en uitbraakt. En dat ook nog allemaal openbaar maakt voor ons. Die club noemen we het CBS. En dat CBS, ik heb vanochtend even op hun website gekeken. Dat publiceert ook allerlei persberichten, of dat zet allerlei persberichten, stuurt het de wereld in. En dit is een lijstje, ik weet niet of jullie het kunnen lezen, van wat ik vanochtend op hun site aantrof. En dit, als die je doet, is wat er gebeurt als je bij Google News vanochtend intikte CBS. Dan moest je wel even Amerikaanse omroep doen, want anders kreeg je allerlei berichten die niks met de kwestie van vanavond te maken hebben. Maar je ziet eigenlijk één op één dat al die nieuwswebsites die persberichten overnemen. Ongetwijfeld wordt er hier en daar wel wat nagebeld en zo. Maar de persberichten van het CBS zijn leidend in wat er dan voor conclusies vallen te treffen uit die data. En dat is eigenlijk, ja, ik snap echt alle praktische achtergronden wel en tijdgebrek en nou, dat hele verhaal van Flat Earth News en Journalism. Maar eigenlijk is dat toch, in dit gezelschap is dat vloeken in de kerk. Is dat een beetje raar? Zeker voor een club als het CBS, die er heel veel in heeft geïnvesteerd om al die cijfers die ze verzamelen ook echt transparant te maken. Je kan weliswaar met een niet al te gebruiksvriendelijk techniekje, kan je zelf al die cijfers eruit trekken en zelfs downloaden in spreadsheets, daar kan je van alles mee doen. En jullie mogen meteen spreken als het niet waar is, maar ik ken geen journalist die daar nou echt mee zelf aan de slag gaat en daar mooie primeurs uithaalt. Nou, misschien doen ze bij het CBS gewoon heel goed hun werk. Maar de taakverdeling bron en journalist is daar wel een beetje mee omgedraaid. Dus mijn vermoeden is, ja, als je nou heel veel nieuwe data erbij hebt, maar we weten eigenlijk al niet eens wat we met die oude data moeten doen als journalisten, dan moet je misschien toch niet de data als uitgangspunt nemen. Dan moet je toch misschien beginnen met een vraag. De journalistieke vragen. Als je kijkt naar The Guardian, die natuurlijk voorop lopen in dit gebied, en nog een mooi blog hebben, het Datablog, dan zie je ook dat die dat doen. Als je gaat kijken gewoon naar de koppen van de berichten die daar op dat datablog van The Guardian staan, dan staat heel vaak in de kop gewoon een heel concrete vraag. En soms is dat alleen maar een wat of een wie. Maar af en toe is het ook een waarom. En dat is per slotverrekening wel de belangrijkste vraag in de journalistiek. Waarom is het nou zo of zo of zo? En ik denk dat dat voor beginnende of misschien ook wel ervaren datajournalisten een heel goed uitgangspunt is. Begin nou eerst met te bedenken welke vraag ga ik nou stellen aan die data. En moet ik dan die data daarbij verzamelen nog of niet? Maar ga niet in het wilde weg data ontginnen en visualiseren en dan maar kijken wat eruit komt. Niet omdat dat niet uiteindelijk tot mooie resultaten kan leiden, maar misschien kost het wel heel erg veel onnodige tijd. Ja, ik moet opschieten. Ja. Ja, dan ga ik even in de... Ik heb wat meer tijd besteed dan onze vriend Snow, dus ik ga wat sneller doorheen. Tweede kwestie, ga je dat allemaal in je eentje doen of ga je dat samen doen? Die doet enorm denken aan een discussie van een paar jaar geleden over de multi-skilled journalist. Tot aan de hoogste hoofdredacteur aan toe was het idee dat moderne journalisten alles moeten kunnen. Die moeten kunnen filmen, die moeten radio kunnen maken, die moeten kunnen schrijven en dat liefst allemaal tegelijk. Nou zijn er een paar die zo multigetalenteerd zijn dat ze dat kunnen. Maar dan nog kost het wel verdomme veel tijd om en een stukje te schrijven en een radioreportage en een televisie-item. En toch moest ik wel een beetje aan die discussie denken toen ik deze advertentie zag. Nou, ik niet de enige, want er is meer over geschreven. Gelukkig heeft nu.nl iemand gevonden die ook vanavond een verhaal zou vertellen. Daar ben ik heel benieuwd naar. Maar uiteindelijk het idee dat je heel goed een journalistieke vraag kan verzinnen en heel goed data kan verzamelen en ook nog kan programmeren en ook nog kan visualiseren. Ja, dat is misschien wel een beetje veel gevraagd. Dat zijn er niet zo heel veel. En waarom, wat is er mis met teamwork? Sterling Cooper is ook niet het bekendste reclamebureau van de jaren 60 geworden, omdat ze niet een verdeling hadden gemaakt tussen de creatieven en tussen de commerciële en tussen de copywriters. Nou, dan heel snel even de laatste vraag. Wat ga je dan doen als je dat gaat presenteren? Daar kan ik ook kort over zijn, want daar gaat Laura aan het eind van de avond meer over vertellen. Ga je dan je data ontsluiten? Zoals NRC hier heel mooi heeft gedaan met een heleboel informatie over de verkiezingsuitslag.
waarmee ik straks van Hans Klis graag wil horen wat mensen daar nou mee hebben gedaan. Of ze daar inzicht hebben in de cijfers. Hoeveel mensen hebben deze infographic nou gebruikt en waarvoor? Of ga je een verhaal vertellen daarmee? En begin je met die data in context zetten? Nou, niet dat ik een fan van Ferry Mingelen ben, maar die doet in ieder geval dat. Hè? Diezelfde avond van die verkiezingen was hij aan het goochelen met zijn interactieve infographics en probeerde die wel te duiden. Iets wat in die NSC-tool in ieder geval niet gebeurt. Mijn ideaal is, en daar sluit ik ook mee af, deze meneer, ik hoor enige herkenning in de zaal, Hans Rosling, nou ja, die is wel heel erg over de top, maar hij kan wel een verhaal vertellen aan de hand van data. En als je hem nog nooit gezien hebt, dan moet je hem even googlen. Die man die kan ontzettend enthousiast vertellen over cijfers, over data en wat die cijfers betekenen. Nou, ik denk dat dat is wat journalisten moeten doen. Die moeten een verhaal vertellen. Dus wat mij betreft, en dan sluit ik echt af, begin met een vraag. Werk vooral samen met anderen. Ga niet alles in je eentje zitten doen. En vertel een verhaal. Dankjewel. Push a little button and you get hot chocolate. Push a little button and you get